In het landingsgestel van een vliegtuig dat gisteren vertrok vanaf Schiphol is het lichaam van een overleden man gevonden. Dat gebeurde op het vliegveld van Istanbul, waar de Airbus na een paar tussenstops landde. Volgens een Turks persbureau werd de vondst gedaan tijdens een onderhoudsinspectie. Hoe lang het lichaam er al lag en waar de man aan boord is geklommen is niet duidelijk. Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het gaat om een Afrikaanse man. Het gebeurt vaker dat verstekelingen worden gevonden in landingsgestellen. Eerder dit jaar gebeurde dat in een KLM-toestel op Schiphol. Ook die man overleefde het niet.